No. Vandaag ga ik mijn eerste kookvideo maken. Het is niet echt een kookvideo zoals Jamie Oliver doet of zo. Het is gewoon hoe ik alles doe, hoe ik alles afweeg, want dat doe ik nooit. En ja, we zien het eindresultaat. Ik zal het recept wel ongeveer, want ik weet het niet precies, want ik doe altijd maar wat en ik proef wat. Maar ik zal het hieronder in de beschrijving zetten. Mocht je commentaar hebben, ik ben niet vergeten of wat dan ook, zet het er dan eventjes in de commentaar en dan antwoord ik daar wel weer op. En mocht je een beter recept hebben, graag, want ik wil natuurlijk altijd iets beter leren koken. En voor de rest zie je het wel. Men pakken wat bloem. Bloem. Ongeveer zoveel, ik doe niks op gewicht of zo, ik doe gewoon wat. En je maakt een kuiltje in het midden. Ja. Yummy, lekker, pizza. Huh? Ijsje? Ja, een broodje er nog in. Dat moet iets langer. Dan neem je een klein beetje zout. En omdat dat niet tegen... gist kan niet tegen zout. Dus je doet de zout om de rand. Zo. Dat was het zout. Dan hebben we hier gist. Normaal los je dat op in water. Dat doe ik niet, omdat ik erachter ben gekomen dat dan altijd je gist in het kopje blijft plakken in plaats van in het deeg. Dus je doet gewoon het gist in het midden van het kuiltje. Als je levende gist kan vinden, veel beter. Neem wat olijfolie, doe dat ook over de rand. Zo. Beetje veel olie. Vind ik lekker. Als het allemaal een beetje naar het midden loopt, is het niet zo erg. Dan pak je suiker, omdat gist, ja, dat werkt met suiker. Dat is ideaal. PS, verplaats niet de oregano zonder dat je weet wat die is. Dit is niet noodzakelijk, maar ik doe het altijd, want ik vind het lekker. Zo. En dan pak je een kopje en dan neem je lauw water. Even kijken. Dit wordt warm en lauw water. Dan doe je een klein scheutje in het midden. Niet alles, want dan weet je nooit hoe vochtig het wordt. En dan begin je vanuit het midden begin je gewoon te roeren en te roeren. En dan plakt op een gegeven moment ontiegelijk je lepel. Gewoon blijven roeren. Het wordt dan een dikke massa. En dan zie je dat ik te weinig water erin heb gedaan. En dat maakt niet uit. Beter te droog dan te nat. Huh? Wat zeg je? Ik ben tegen de camera aan het kletsen. And now it's getting messy. Messy? Messy! En je blijft kneden en zoals je ziet zit er nog wat droog bloem aan de zijkant van de bak. Dat is wel handig, want dan kun je je handen een beetje schoon houden. Omdat het dan altijd droog is aan de buitenkant van het deeg.
10 minuten later. Je maakt er een bolletje van. En dit kan in de afwas. Dan neem je een beetje bloem. Dat doe je aan de binnenkant van je bak. Anders blijf je dadelijk de hele pizza plakken. Ja? Je pakt het bolletje. Je legt hem er voorzichtig in. Zodat de bloem niet al te veel zuigt. Dit kan weg. Dan moet ik even voor het beeld langs. Zo. En dan neem je een theedoek. Een gewone theedoek, schoon. Ja? En dan maak je hem helemaal nat. Zo. Dat vouw je weer uit en dat leg je over de kom heen. En dan laat je hem een uurtje rijzen. Komt weer af en toe. Zoals ik dingen niet afmeet qua grammen, doe ik het ook niet qua tijd. Ik kijk gewoon. En dan zien we vanzelf verder. Om even te bewijzen dat de pizza compleet vers is, tomaten uit de tuin en ja, deze zijn echt rijp. Ik kan er voor de rest ook niet zoveel aan doen. Verse basilicum, verse ui, verse knoflook en verse oregano die bovendien, ik weet niet of je het kan zien op de camera, in bloei staat. Ja, kleine paarse bloempjes, kun je gewoon eten. Daarop komt vers champignons en vers paprika. De tomatensaus maken is vrij simpel. Je begint met ui. En voor degene die geen ui eten, de smaak van ui is gewoon... Ja, sterk en heel veel mensen houden niet van rauwe uien en denken ook dat het dus niet lekker is als je het maakt. Maar als je het heel zachtjes bakt, dus eigenlijk heel zachtjes gaar maakt, krijg je een overheerlijke zoete smaak. Mijn vrouw die lust ook geen uien, maar deze saus lust ze dus wel. En bovendien haal ik deze truc wel vaker uit. Zonder dat ze het weet. Helaas staat het nou op internet, dus ze zal het wel weten. Maar je snijdt gewoon de ui klein. Dat doe je samen met de knoflook. En dat doe je dan heel zachtjes aanbakken. Dat geeft goed de smaak af. En je proeft niet echt dat uiige terug. Uiige, ik weet niet of uiige een woord is, maar het zal best. Dus je snijdt gewoon een ui in vier en doet het erin. Knoflook. Sla je een keer op, want dan pelt die makkelijk. Okay. Is nog een groot woord natuurlijk. Ja, omdat wel goed doen, René. Omdat knoflook toch iets harder is dan ui en de rest wat ik er allemaal in ga doen, snij ik hem een beetje klein. En dan is die alvast voorgehakt, zeg maar. Waarom pak ik überhaupt een kleine mes? Oep. Ik ga dadelijk even voor de camera langs. Dan kan ik ook met vakken kijken. Als het nou pijn doet aan je handen, dan doe je met een mes. Sla je erdoor. En dan ben je al een heel eind qua klein snijden ook. Even het velletje ervan afhalen. Mocht er een stukje vel aan blijven zitten, geen probleem. Vind je helemaal niet meer terug in de saus. Iedere kok die haalt het er natuurlijk uit. Maar ja, goh, als het een keer blijft zitten, dan blijft het zitten. Nou, dan kun je de mes erin halen. Lekker hakken, doet er toch niet toe hoe het eruit ziet, wordt vanzelf klein. Met dat mes kun je makkelijk alles in één keer zo ophakken. En erin. Nou, om het nou goed te laten mengen, zeg maar, en goed laten snijden, moet er iets van vocht bij deze olie. Dan hoef ik het niet in de pan te doen, dan doe ik het gewoon hierin. Flinke scheut, wordt de saus lekker smeuïg van. Dan hebben we hier de verse basilicum. Kijk, gaat hier al een beetje in bloei, dat is niet helemaal de bedoeling. We wassen die even zo en spoelen hem af onder de kraan voor eventuele beestjes. Hij komt uit mijn eigen tuin, ik weet dat hij 100% natuurlijk is. De bovenkant haal ik er vanaf en dan doe ik de rest met steeltjes en al.
daarbij. Dan hebben we hier de oregano die ik heb laten zien. Die komt ook uit eigen tuin. Nou, spoelen we gewoon even af. Maakt ook niet zo heel veel uit als het een beetje nattig blijft. Bakt er wel allemaal uit. Dus, snij ik een keertje door. Dan krijg ik allemaal die draadjes. En klaar. Doen we erin. Bloemetjes en al. Bloemetjes zijn ook eetbaar. Dan pakken we uit het kastje zout en peper. Best wel wat zout. Want het is het laatste zout wat erop gaat. Peper, ik hou van veel peper, dus doe er best veel op. En wat wij dan hebben, kijk, wij zijn op vakantie geweest en dan krijg je van die potten, die zijn best makkelijk voor mee te nemen op vakantie. Je hebt alle kruiden in één keer bij je. Normaal koop ik andere potjes, maar ja, deze hebben we nou toch, dus die moet op. Paprika poeder. Best veel, best lekker. Ik denk als je het zo pakt, 2 theelepels. Dan hebben we nog cayennepeper. Ik hou van een beetje pikant eten, dus ik heb ook pepertjes in de tuin, vers, maar ze zijn nog niet helemaal rijp, dus doen we een beetje cayennepeper erbij. Ik zet er een vuur onder de pan aan. Kan de pan altijd lekker warm worden. Pak er een staafmixer en ga een beetje herrie maken. Gewoon rustig aan beginnen. In de pan, laag vuur. Dit is wel een van de momenten dat je nog heel makkelijk wat aan de smaak aanpassen kan. Dus even proeven. Nou, het is wel zout genoeg, want er gaat ook nog bacon op de pizza. Doen we even een beetje uit elkaar, zodat de hele bodem van de pan bedekt is. En om nou van dat uierige en tranerige af te komen, doen we hem gewoon heel langzaam garen op laag vuur. Met de deksel op de pan. Hij wordt vanzelf zoeter. Nou. Dan hebben we hier de tomaten uit de tuin. Ik haal even een bovenkantje ervan af. Want ze hebben wat lang aan de struik gezeten. Maakt niet uit hoe je ze snijdt, lekker grof. Nou, dat gaat toch wel lekker. Tomaat, sap er al. Ook in de sap zit smaak. Het roeren we even om. Ietsje hoger. Deksel erop, dat laten we 10 minuten doorkoken, daarna roer ik het nog een keer om en dan haal ik de deksel van de pan, laat ik er nog iets in koken, anders blijft het iets sappig, te sappig. Dan kunnen we ondertussen, even op de pizza, altijd leuk, kijken we even naar dat kleine deegbolletje wat ik gemaakt heb. Dat is inmiddels, ik weet niet of het goed te zien is, ja, is inmiddels een aardige deegbol geworden die je zo eruit kan halen, omdat ik daar de deeg, of de bloem neer heb gezet. Kijken of ik hem er heel uit krijg. Nee. Dat is natuurlijk gerezen. En je ziet al als ik het eruit haal dat het weer in elkaar zat. Het is allemaal lucht, dus ik rol dat gewoon zo weer even op. Zo, tot een leuk balletje. Het is, het voelt warm, het voelt... Ja, het blijft niet plakken, dus het is niet te nat. En je kan het gewoon zo weer in elkaar kneden. Dan heb je weer een klein bolletje. Ik doe het altijd een keer en laat het dan nog een keer staan. Een beetje kneden.
Jo. En dan zet ik hem nog even terug om dan nog een beetje door te reizen. Daarna snij ik hem in drieën zonder te kneden. En dan rol ik hem uit tot 3 pizza's, zeg maar, aangezien mijn vrouw vanavond pas eet. Jo, natte doek er weer over. Natte doek. Hetzelfde natte doek, hoef je niet opnieuw nat te maken. Gooi je er gewoon weer overheen. Zo. En laat dit maar even prutten, dan kan het lekker gaar worden. Het ruikt ontiegelijk naar basilicum. En zoals je ziet, omdat ik tomaten heb uit eigen tuin die dus niet knalrood zijn, krijg ik dit keer een groene saus op de bodem. Mede door de verse basilicum en verse oregano was de ui ook al groen. En als je dan half groene tomaten erop doet, krijg je groene saus. Zo kan je dus weer anders. Zoals je ziet is het net de kleur van erwtensoep. Hij is nog vrij dun. En als ik op de tomaten duw, dan is het niet helemaal zacht nog, maar dat komt wel goed. Ik kook hem nou een klein beetje in. Zo, en nu gaan we verder met de pizza maken. Ik heb hem inmiddels, de deegbal heb ik uit de kom gehaald. De kom ziet er zo uit. Beetje lastig schoon krijgen, maar dat komt goed. Nou, ik ga 3 pizza's maken, dus ik verdeel hem in 3. Nou, dat hoef je niet zo netjes te doen. Komt ook niet op een grammetje, zoals niks bij mij op een grammetje uitkomt. Maar ongeveer via mijn wiskunde zijn dit 3. Redelijk gelijke stukken. Nou, het enige wat je dan doet is je haalt ze van elkaar. En het is misschien best een beetje makkelijk als je wat bloem op het aanrecht strooit. Maar ik had hier nog wat bloem en dat zit aan de onderkant, dus het gaat wel redelijk goed. We maken ze een beetje rond. En ik leg er eentje even terug voor later, want die maak ik alvast klaar voor als mijn vrouw terugkomt van het werk. Nou, hebben we hier een ouderwetse deegrol. Ik gebruik hem niet alleen om achter mijn vrouw aan te jagen, maar ook voor deeg. Waar hij eigenlijk voor bedoeld is. En dan kun je hem een beetje uitrollen. Doe dat nou niet in één keer helemaal, zonder hem steeds op te tellen. Want op een gegeven moment plakt echt je pizza vast aan het aanrecht en krijg je hem niet meer fatsoenlijk los. Nou is het wel redelijk spul wat je kan plakken, maar kijk. En hieraan kun je misschien zien dat ik vroeger in een pizzeria gewerkt heb. Nou, als het je nou niet lukt, even spieken of het in beeld is, om het groot genoeg te krijgen, je legt hem op de knokkels, je knokkels op de rand en dan doe je heel voorzichtig, al schuddend, maak je hem iets groter. Nou. Kijk, en dan leg je hem neer. En ja, dit ziet er allemaal simpel uit. Dat is het ook voor mij, maar dat komt omdat ik, wat ik zei, 10 jaar lang in een pizzeria gewerkt heb. En bodem 1 is klaar. Ik heb de oven op de allerhoogste stand staan. Allerhoogste stand. En dit is dus de bodem. De normale pizzabodem is wit. Die voor mij... niet. Er zit oregano doorheen. Het is veel lekkerder, vind ik. En ja, je hebt niet zoveel kruiden nodig en niet zoveel zout. Dan pakken we een gewone lepel. En verdelen dus de saus. De saus had ik ook in 1/3 verdeeld omdat ik 3 pizza's maak. Hopla, dit was 1/3 ongeveer. En die verdelen we gewoon zo over de pizza. Je ziet dat het niet de dikke saus is, of de vloeibare saus is, die je normaal in potjes koopt. Dan had ik er de staafmixer erin moeten halen en niet zo ver in moeten koken. Maar mijn bodems, ik hou van krokante bodems, dus ja, als je dit soort bodems belegt met een hele vloeibare pizza, dat gaat meestal niet goed.
Dan ben ik één ding vergeten en dat zul je dadelijk misschien zien als ik hem uit overhaal. Het is makkelijk als je de pizzaplaat een beetje invet met olijfolie. Wil je trouwens een dikke rode saus, dan laat je hem niet zo ver inkoken. En doe je er wat tomatenpuree erin. Tomatenpuree aanbakken met de uien en de knoflook. Daarna pas de rest en goed pureren, dan wordt hij vanzelf dikker. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. Het is heel makkelijk, ik had champignons of wat voorgesneden. Die doe je eroverheen. Eroverheen zei ik, en niet op de grond. Dit doe ik omdat champignons die hebben nog wel de neiging om te verbranden en bovendien nemen ze veel vocht op. Dus als je die onderin legt, dan blijft de bodem krokanter en verbranden de champignons niet. Je kan eigenlijk je pizza beleggen met wat je wil. Ik hou van champignons, paprika. Ik vind er ook heel lekker uien tussen, maar ja, mijn dochter en mijn vrouw eten het ook. En die zijn niet zo heel erg dol op uien. Zo. Wat ik nou doe, is eerst de kaas. Dan zijn de groenten een beetje beschermd en afgesloten. Even kijken. Deze had ik nog. Dus. Vroeger maakten we de pizza's met mozzarella kaas. Ik gebruik nou gewoon alle kaas die ik kan vinden. Het liefst een beetje oude kaas, een beetje pittige kaas. Het enige wat je wel moet doen, is de rand vrij houden van kaas. Dan wordt hij mooi en bruin, het ziet er beter uit. En niet op gezicht, ik weet niet, pak het schaar, beter. Ik heb tijdens het pizza maken heb ik al eens een keer een verpakking met spek opengemaakt. Dat heeft me 5 hechtingen in mijn vinger gekost. Dus kijk uit wat je doet. Dan is het zaak om eerst de ham te pakken. Waarom? Ham is niet zo vet. Dat verbrandt dus iets sneller als andere vleessoorten. Bovendien is dit het dunst gesneden. Zo. En een beetje spek. Daar wordt hij lekker zout van. Ondertussen is de oven goed warm. En dan hebben we hier nog chorizo. Chorizo kun je best bovenop leggen. Want al die witte dingen die erin zitten, is gewoon vet. 12 plakjes, dus dan hebben we er 4 per pizza. Zo. Dit voor de lekkere knoflook en paprika smaak. Zo, dan halen we iets van de rand af. Dat die mooi vrij blijft. Lekker, lekker, lekker. Dit is het eindresultaat. En die gaat nu de oven in. Ondertussen maak ik gewoon alvast de tweede. Ik kan het ook iets anders doen, zoals een echte pizzaboer. Beetje warm deeg. Pizza boer die doet het met koud deeg, want dan is het deeg wat stugger. En klaar. Misschien handiger als met deegrollen, scheelt minder afwas. En zo ligt hij in de oven. Ik weet niet of het duidelijk te zien is, want volgens mij zie je meer aan mezelf filmen. Maar ik doe hem even snel open. Zo wordt hij lekker warm. Hopsa!
De pizza was heerlijk. Mochten jullie dit nuttig vinden, leuk vinden, opmerkingen hebben, vragen hebben, plaats die dan even in de commentaar hieronder. En als jullie het leuk vinden, doe een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende keer en eet smakelijk!